1886 tot 1988. Willem Drees. Willem Drees kwam in de moeilijke jaren na 1945 in de regering. Eerst als minister van Sociale Zaken en vanaf 1948 als minister-president. Stond er slecht voor met Nederland. Iedereen moest hard werken en een deel van zijn loon inleveren om het land weer op te bouwen. Maar wie niet meer kon werken, zou voortaan hulp krijgen. In 1947 werd er een begin gemaakt met de verzorgingsstaat door de invoering van de noodvoorziening voor ouderen. Dit overheidspensioen betekende zoveel voor de mensen en ze waren Drees zo dankbaar dat het bijna leek of de minister-president iedereen hoogst persoonlijk betaalde. Vadertje Drees kreeg bloemen, soms met vaas en al, pakketjes met cadeautjes en ontroerende bedankbrieven. Hooggeachte vadertje Drees, laat ik nu maar met de deur in huis vallen. U moet namelijk weten, ik heb twee vrouwelijke oude vandagen bij mij op visite gehad. En natuurlijk werd u in het gesprek gemoeid, want ze waren beiden zo dankbaar over hetgeen u voor hun tot stand hebt gebracht. Ik kon voor het eerst iets kopen voor mijn kleinkind, staat er in een van de briefjes die door Drees keurig in een archief zijn bewaard. In 1956 volgde de pensioenregeling voor alle Nederlanders boven 65 jaar, de Algemene Ouderdomswet, de AOW. En de Nederlandse taal kreeg er een uitdrukking bij. AOW ontvangen heette heel lang van Drees trekken. Stel dat er straks geen AOW meer is. Waar moeten oude mensen dan van leven? Ik denk dat ze het geld hebben gespaard voor later. Ik denk dat de familie dan voor die ouderen zorgt. Zou toch een bejaard thuis moeten, daar kan je altijd nog verzorgd worden door de verpleegsters zo die er werken. Ouders zorgen het hele leven voor hun kinderen. En dan vind ik wanneer de kinderen ouder zijn, dat zij dan weer voor hun ouders moeten gaan zorgen. Als mijn opa en oma geen geld zal krijgen, zal ik ook aan hun geld geven. Ook al heb ik niet zoveel geld, ik geef ze toch. Nou ja, misschien wel. Misschien kan ik wel en af en toe langzaam schoon te maken of zo. Ik vind het wel fijn dat mijn opa en oma bij mij komen wonen, want dan is het gezelliger in huis. Dan kan ik ze ook vaker zien. Ik weet nog niet of ik het goed vind dat mijn ouders, als ik later groot ben, bij me komen wonen. Mijn oma, die overleden is, die woonde ook bij ons. Dan vond ik het eigenlijk ook wel irritant. Ja, ouders, dus de opa en oma van de kinderen van jou, die hebben jou heel lang opgevoed. En dan opeens moet jij hun opvoeden zo. En voor hun zorgen. Dat is wel heel raar. Wat ga je doen als je later niet meer hoeft te werken en er hopelijk nog steeds AOW is? Emigreren naar Spanje. Reizen. Dan ga ik naar Florida verhuizen. Kinderen trainen. Dan ga ik naar mijn familie in China. Lekker rusten. Wandelen en mijn dag wel volmaken. Mercedes kopen en rondrijden. Dan ga ik de hele dag aan het strand liggen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de AOW blijft bestaan?